Dat klinkt heel zwaar, poging tot verkrachting, maar een opgedrongen tongzoen valt nou eenmaal onder artikel 242 van de verkrachting. Maar dat zit dus helemaal, als het al te bewijzen is, helemaal aan de ondergrens. Maar wat is een onbewuste tongzoen? Nou, het kan natuurlijk zijn dat je in een soort omhelzing, hè, want dat gebeurde wel in knuffelen, dat er bepaalde zaken kunnen zich hebben afgespeeld zonder dat hij daar opzet bij heeft gehad. Dat is zijn verklaring.